Een leeg stadion, de Geuselt. Hier gaan straks de laatste 6 minuten officiële speeltijd tussen MVV en Dordrecht gespeeld worden. Nadat afgelopen vrijdag met publiek de wedstrijd werd gestaakt. Eerst tijdelijk vanwege ongeregeldheden tussen de beide supportersgroepen. Vervolgens werd de wedstrijd hervat, maar ook snel weer gestaakt vanwege een medisch noodgeval met een supporter van MVV die van de tribune viel. Robin Vereiken begint met een scheidsrechtersbal, want daar waar de bal nu wordt losgelaten door de scheidsrechter, had MVV de bal op het moment van staken. In een doodstille Geuselt beginnen we vanaf 84-0-0 weer met voetballen. Gaat het dan ook nog echt spannend worden, is de vraag. Zegers meteen met een trap naar voren richting spits Livramento. 6 minuten gehad, nog 4 minuten te gaan. En er is sprake van een status quo. Nog steeds staat het 1-3 voor Dordrecht. Dat daarmee zou kunnen stijgen naar plek 4. Maar en daar is Tassi en die gaat er nog bijna in ook. Plokman is toch niet voor niets naar Maastricht gekomen. Tassi met zijn poging weet het net niet te vinden. Dan zit er misschien nog een eretreffer in. Aktas. Nee, het is voorbij. Het was kort maar krachtig hier in de Geuselt. Gescoord is er niet meer en dus gaan de 3 punten mee naar Dordrecht.